Ik kom je straks weer ergens tegen. Rita van Body Joy. Ja, dat klopt. Wat bent u aan het doen? Ik ben een tijdelijke tatoeage weer aanbrengen. Ja. Dat is zeg maar een watervaste body make-up. Dat blijft een paar dagen zitten. Kan je gewoon met douchen mee zwemmen en met make-up remover kan je deze weer verwijderen. Okay. Hoe heet dat product? Kenji Tattoo. Een tijdelijke tatoeage. Helemaal leuk voor de zomer natuurlijk. Vind je het leuk? Ja. Goed zo. Geen crème erop smeren, geen vettigheid. Ook als je een geurtje doet, even aan de andere kant. Ja, daar vind je het. Goed hè? Alsjeblieft. Hey, die Kenji Tattoo, dat kunnen schoonheidsspecialisten kopen? Ja, er zijn heel veel schoonheidsspecialisten die daar inmiddels mee werken. Ja. Je kan het daar laten plaatsen. Er zijn ook een aantal verkooppunten. Er zijn inmiddels heel veel groothandels die het product verkopen. En we zitten inmiddels eigenlijk door heel Europa heen, tot zelfs tot in Zuid-Afrika aan toe. Okay. Ja, het is echt de trend van 2010. Ja, Chanel heeft het zelfs op de catwalks gebruikt. Dus dat, en die worden alleen op de décolleté gebruikt? Of, Nee, je kan het eigenlijk overal. Al wil je het op je enkels of je voeten. Want daarom is het juist zo leuk voor de pedicures. Okay. Het is niets leuker dan dat je de voeten van een klant verzorgd hebt. En dat je daarna kan zeggen van, goh, zal ik nog even iets... Ik bedoel, normaal gesproken doe je ook de nagels even lakken of leuk steentjes erop. En tegenwoordig gewoon een leuke tattoo erbij. Ja, leuk. Dus, helemaal leuk. Ja, doe er dan maar eentje. Ja, zal ik dat even doen? Ja. Kijken hoe je dat doet. Dit zijn handgemaakte stenen, dus kalksteen. Je rolt de steen over het stempelkussen heen en je plaatst hem zo op de huid. Heel voorzichtig, niet te hard duwen. Hoe lang blijft die ink nou goed? Goed hè? Ja, zeker. Alsjeblieft. Nou, de dames helpen je aan die kant verder. Veel plezier ermee. Hey Rita, wat betekent deze vakbeurs nou voor jou? Ja, voor ons is het natuurlijk een enorme stuk naamsbekendheid. Er komen hier natuurlijk allemaal mensen die in de schoonheidsverzorging zitten. En juist omdat het een leuke service is naar je klanten toe. Ja, ik moet ook zeggen, het is ongelooflijk druk bij ons. We groeien de pan uit, om het maar zo te noemen. Ja. En kijk om je heen zou ik zeggen, dan zie je wat er hier gebeurt. Ja, ik zie het.